Vandaag hier in Zottegem de start van de tweede rit van de driedaagse van de pannen. Gisteren de eerste rit aankomst hier in Zottegem. En Zanini won voor Van Petegem en Houtman. Zanini is dus ook de nieuwe leider. Wat het aan de kust zal zijn, verneemt u in een ritverslag van ons. Eerst gaan we even kijken wat Luc van Praat te vertellen heeft over het parcours van vandaag. Ja, vandaag hebben we dus de rit van Zottegem naar Kokzijde. De langste etappe in de driedaagse. Met in de beginperiode een doortocht van de Vlaamse Ardennen met het Muziekbos, de Canarieberg in Ronsen en nadien de Tiegenberg. Dan wordt het een beetje rustig tot de heuvelzone in West-Vlaanderen, waar we de beklimmingen doen van Kemmelberg, Rodeberg, Zwarteberg en Vedenjeberg. En dan gaan we richting kust, waar de wind kan een rol spelen. Maar ik heb vernomen dus in het weerbericht dat de wind van achter gaat zitten, dus lijkt wel goed voor de renners. Bij ons Tom Steels, vandaag een aankomst aan de kust. U heeft daar enkele jaren geleden al gewonnen. Kansen vandaag? Alles is een beetje afhankelijk hoe dat wedstrijdverloop is. We zitten met de leider in de ploeg, dat moet ook verdedigd worden. We zitten met Bedrogi, dat heel sterk is in de tijdrit voor het eindklassement. Dus als ze ons een beetje met rust laten, zal dat erin zitten. En anders zal het ook werken zijn voor de ploeg, denk ik. De renners gingen dan van start van Zottegem naar Kokzijde. Het was vooral de Lotto-ploeg die in het peloton het meeste werk deed. Dan een beetje verder in de heuvelzone kregen we drie leiders, waaronder de Bergen, Bart Leijzen en ook Streel. Dan de plaatselijke ronde kregen we een kopgroep van 21 renners met belangrijkste Museum van Petegem, Dirksens en ook de leider Zanini. Het peloton jaagde sterk. Voorts kregen we dan nog in de laatste ronde ontsnapping van twee renners, Stafi en Balducci, maar ze konden niet uit de greep van een razend peloton blijven. Massaspurt dus hier in Kokzijde en u ziet links in beeld Tom Steels die het nipt verliest van Ruskies en derde werd Nico Eekhout. Tom Steels verloor dus nipt, eigenlijk een spijtige zaak, want Mapai deed nog het werk in de laatste 3 kilometer. U ziet hier nog eens Ruskies op het podium met de zegenbloemen. In de algemene klassering blijft Zanini nog steeds aan kop voor Van Petegem. Van Petegem die morgen een goede kans maakt op de eindzege. Dan de rusjes gaan naar Ludo Dirksens die hier de blauwe trui mag aantrekken voor de bijna eindzege in dit klassement. Ook de rode trui is van hem. Ja, dat is nu wel het geval, dus niemand kan die nog afnemen. Ja, morgen allemaal vlak, dus hij is van u, hè? Ja, hij is van mij. En dat blauw eronder, ook winst? Of moet dat nog morgen verdedigd worden? Ja, winst, dat weet ik niet. Dus Zanini die gaat zeker sprinten voor de bonies. En die is vlugger als ik. Dus het zal moeilijk zijn van die te houden. Maar ja, je weet nooit. Tot zover Ludo Dirksens. Nog even de ritsuitslag vandaag. 1 Ruskies, 2 werd Tom Steels, 3 Nico Eekhout, 4 Petacchi en 5 werd de Nederlander Van Dijk. Ook de bloemenmeisjes waren present. Bij ons Van der Meulen Sandy op een driedaagse. Wat komt u hier eigenlijk doen? Oh, de sfeer eigenlijk is hier vrij aangenaam eigenlijk. En ja, het is eigenlijk uniek om dat mee te maken. En met de meeste personalityverkiezing eigenlijk. Ja, je kunt altijd, ben altijd een ervaring rijker. Dus je leert nieuwe mensen kennen. Blijkbaar dus niet alleen wielrenners naast Sandy ook. Hoe bent u? Mijn naam is Karen Dervaux. Ik ben dus ook finaliste Miss Personality 2002. En ik kom hier dus dat evenement bijwonen om wat reclame en wat promotie voor mezelf en voor de verkiezing te maken. Ik ben nummer 11 en iedereen kan stemmen op mij via sms of via e-mail op het internet. En daarmee ben ik dus naar hier gekomen om wat promotie bij te maken. En het wielrennen, interesse? Wel, sedert de verkiezingen eigenlijk wel, want er zijn meer en meer evenementen van het wielrennen waarbij dat ik betrokken ben. Ook bij het Hulden Sporen 2000 in Handsaam. Ik heb de bloemen mogen geven aan Johan Museeuw. Dus dat was ook wielrennen. En binnenkort de Ronde van Vlaanderen zou ik waarschijnlijk ook aanwezig zijn, dus het blijft bij het wielrennen. Zo, hier afsluitend van op het strand van Kokzijde. Morgen komen wij terug, want dan rijden de renners hier voor de laatste dag de driedaagse van de pannen. In de ochtend een korte rit in lijn, daarna een afsluitende tijdrit. Zeker kijken dus in een volgende reportage van TV Lokaal. Tot dan, dag.